ben je vader. Ja, laat ik ook niet. Ja, rond met dat haar. Ja, ik ben zin in. En ik ben je vader. Paniek. Hallo allemaal. En welkom bij de eerste 24 uur met Winnen. Hallo, party people. Hey. Winnen, die leeft nu... bijna 2 uur. Dat is echt bizar. Wij zijn bij de eerste 2 uur van. Vinden. Ik zie er echt niet uit. Je hele gezicht heeft rode vlekken. En dit is hem. Ik wist niet wat ik zag toen hij eruit kwam. Ik wist niet wat ik zag. Mijn ogen doen zeer, joh. Dat had ik echt niet verwacht. Mijn ogen doen echt zeer. Hij heeft echt bolle wangetjes. Ja. Niemand weet het nog behalve wij. Mijn hele anus is kapot. Dus moet ik er meteen geopereerd worden op de OK. Hallo, vlog people! Het is 10:30 en ik ben niet net wakker. Nu ben ik een uur wakker ongeveer van de operatie. Want mijn hele vagina is uitgescheurd tot aan mijn kontgat. Misschien een beetje te veel informatie, maar nou ja. En nu zitten wij lekker hier te chillen. Hier ligt Finnen. Daar is Sami. We gaan later nog wel even vertellen hoe en wat alles precies en hoe leuk het was en zo. Maar nu gaan we eerst even los met z'n drieën. Het is gewoon een gezin van 3. En ik ben niet meer zwanger. Heel raar, mijn buik is weg. Fijn, hè? Ja, ik vind het heel erg amazing dat ik niet meer zwanger ben. En met Finn gaat alles goed en met mij gaat alles wel oké. Het ziet er wel uit alsof je 5 dagen geen slaap hebt gehad. Zo voel ik me ook. Ik heb het gevoel alsof er een vrachtwagen over mijn hoofd heen is gereden. Nee, eigenlijk over mijn vagina in mijn hoofd. Samuel heeft huid-op-huid contact gedaan toen ik geopereerd werd. Het was heel leuk daar. We moeten dus in ieder geval 24 uur blijven, waarschijnlijk langer. Dus jullie gaan ons zien in het ziekenhuis. Je bent een beetje aangeschoten door die morfine of zo. Door de narcose. Ik ben gewoon heel vrolijk, Sam. Oh ja, we hebben lekker beschuit met muisjes. Het is nu. Finnen ligt lekker te chillen hier zo. Hij wordt steeds bruiner. Hij mocht zometeen om 5 uur weer eten, als hij wil. En samen als ouders komen vanavond en mijn ouders zijn geweest. Ik heb dus nog zo'n katheter. Dus ik hoef niet naar de wc of zo. Dus dat is best wel chill. Ik zit hier gewoon lid te zijn. Gaat goed? We hebben even hoe goed je deed vannacht. Dank je. Ik ben wel moe, joh. Niet normaal. Oh, echt, het zag er zo pijnlijk uit. Het was ook pijnlijk. Ik had zoveel pijn in mijn hart toen ik jou zag. Ik klapte helemaal dicht. Normaal kan ik altijd een beetje... ik zat echt... Ja, maar, samen bleef een beetje op de achtergrond. En dat vond ik wel fijn, want anders dan ga ik me zorgen maken om jou of het wel goed ging met jou. Ja, maar die mensen snapten niet dat waarom ik niks zei. Ze keken me heel vaak aan. Waarom zegt die kerel niks? Ik was een lekkere vent is dat, zeg. Die laat zijn vrouw lekker alleen doen. Dus ik zat te kijken. Maar jij moest even yoghurt eten van hun. Ja, toen zeiden ze, moet jij niet even yoghurt hebben? Dus zij zat te persen en ik zei, yoghurt lekker yoghurtje. Oh ja, we krijgen straks ook nog eten van het ziekenhuis. Dus als lid. Ik krijg dat gratis. Samen wel moet betalen. Maar hij mag hier wel gratis slapen. Dus eigenlijk heel goedkoop blijft hij hier. Dit is de eerste 24 uur met Finnen. De kraamweek komt er ook nog aan. Je gaat het allemaal zien. Mijn zusje blijft slapen in ons huis voor Felix. En wij zijn lekker hier. Het is wel een beetje eng. Ja, de muren kraken, overleggen, hè? Schat. Wij gaan even overleggen. Samuel slaapt. Ik doe het ook moe. Finnen slaapt ook. Ook moe. Ik slaap niet. Maar ik ben ook moe. We hebben net bosvoeding nog een keer geprobeerd, maar dat ging niet echt.
Omdat hij ook steeds in slaap valt, omdat hij nog zo jong is. Toen hebben we kolven geprobeerd en dat was echt een beetje naar, vond ik. Maar we gaan het nog wel even proberen. Maar als het niet gaat, dan doe ik gewoon flesvoeding, want het is echt veel. Ik had het echt onderschat. En mijn vagina is dus heel pijnlijk. Ik heb zoveel pijn. Het is echt niet chill, want door dat kolven wordt er blijkbaar een hormoon aangemaakt. En die zorgt ervoor dat je baarmoeder ook samentrekt. En dat doet echt zeer als je dus last hebt van je vagina. Ik zeg heel vaak het woord vagina in deze vlog. Oeh, dat is zeer. Ah, dat is echt heel zeer. Sorry dat jullie dat ook zo moesten zien, maar dat is echt heel zeer. Maar kijk nou, ook cute. Ik ben helemaal verliefd. Ik kan niet geloven dat ik dat kind uit me heb laten komen. What the heck. We krijgen hier in het ziekenhuis eten van Connie. Een hele aardige mevrouw. Ik hoop dat ik morgenochtend even kan douchen, want daar heb ik wel zin in. Het is gewoon veel. Omdat we... Oh, dat ding hangt hier ook echt in mijn nek. Omdat we natuurlijk nieuwjaarsdag hadden. Toen hebben we niet zo vroeg geslapen, of course. Toen 1 januari. En toen s'avonds brak mijn vliezen. Dus ik heb echt de afgelopen 3 dagen 7 uur geslapen of zo. En door het persen doen mijn ogen dus echt heel zeer. Maar ik kan niet slapen. Want als ik slaap dan begint Vinnen allemaal geluidjes te maken. Vanmiddag om 2 uur zijn mijn ouders geweest. En om 6 uur zijn samen als ouders geweest. Morgen komen waarschijnlijk Johanna en I mee. Dat is heel vermoeiend, maar de mensen hier zijn heel erg aardig. Ik laat samen wel even slapen en ik ga een beetje appen met mensen. Want iedereen heeft me natuurlijk geappt die we hebben gebeld van hoe heet er. Het is nu 9:15 en een vrouw heeft net zijn luiën verschoond. Hij had geplast en hij heeft een beetje last van krampjes. Dus nu ligt hij hier zo bij mij. Samuel slaapt daar zo. Het is heel warm in deze kamer. Over een uur en 3 kwartier. Het was 24 uur geleden dat mijn water gebroken zijn. Gebroken is, I don't know. Nog steeds heel veel last van mijn vagina. Ik zit gewoon lekker te chillen. Ik ga denk ik even een serietje kijken. Ik ben even uit bed geweest om mijn tanden te poetsen. Samen slaapt nog. Ik heb Vinnen gevoerd. Gevoerd, zeg je dat zo. Voedsel gegeven. En we hebben toch besloten om flesvoeding te doen. Hij ligt hier lekker te chillen. En daar ligt de andere man te chillen. Ze liggen samen te chillen. En ik ga nu ook slapen. En om 1:15 moeten we weer, komt er weer iemand hier. Omdat we dan weer moeten voeden. Dan gaat het samen wel doen. Tot nu toe gaat het goed. En ik ben blij en vrolijk. En het is wel fijn dat we niet bosvoeding doen, want het hebben we wel geprobeerd. Maar het ging gewoon niet. Dus ik ben blij met gewoon flesvoeding. Onze lieve Vinnen. Moest even huilen. En nu ligt hij hier. En nu huilt hij niet meer. Samen wel wakker dus. Samen wel gaat zo meteen zijn flesvoeding geven. Nog steeds die rare hoed op. Die is trouwens niet van ons, die is van het ziekenhuis. Maar helemaal mooi wit, zoals jullie weten. Maar ja, die is verloren in de strijd. Het is wel heftig ineens met een kind. Meneertje heeft net de fles gehad, maar hij drinkt niet zoveel. Ik weet nog niet hoeveel, want ze moet nog terugkomen. Maar volgens mij was dat niet veel. Samen slapen. Goedemorgen. Wij hebben net ontbijt gekregen. Van een hele lieve mevrouw. En Vinnen ligt even weer lekker hier. Want hij moest huilen. Maar hij krijgt pas om 9 uur geloof ik voedsel.
Ongeveer. En vandaag zijn wij 2 jaar getrouwd. Mijn katheter zit er nog steeds in. S'avonds slaapt. Een soort van. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot snel. Bye. We hebben gewoon een baby.